Deze beschouwing die gaat over communisme. En nog wat andere dingen erbij. Globalisme, katholicisme. Ik moet nog even nadenken over een goede titel, maar die zie jij al staan. Ik blijf het een leuke grap vinden. Voordat ik ga beginnen, maak ik even kort reclame voor mijn YouTube-kanaal. En ik zou het namelijk ontzettend leuk vinden als je, wanneer je nog geen abonnee bent, dat je abonnee wordt. Of dat je een like doet. Als je denkt van, nou, ik vond de audio wel goed. Of, ja, volgens mij dronk Perry lekkere thee of zo. Dan doe je even like. Ik vind een reply, dus een reactie, vind ik ook heel leuk. En als je shared, dat vind ik fantastisch. Mijn kijkersaantallen stijgen langzaam. Dus ja, je moet altijd gokken op een winnend paard. En nou, gezien de pittige, soms wel zware onderwerpen die ik behandel, vind ik het best wel een prestatie voor het publiek om te luisteren. Ik drink er een kopje thee bij. En als ik jullie was, dan zou ik dat ook doen. Zo'n beschouwing gaat al gauw een uurtje kosten, hoor. Want er is veel te vertellen, hè? Mensen weten veel dingen niet. Geschiedenis bijvoorbeeld. Daar kan je zo simpel over zijn als dat je vertelt aan kinderen van, moet je luisteren, 5000 jaar geleden had je een stad in wat we nu Irak noemen. Die heette Babylon. In de Bijbel werd er ook moord en brand over geschreven. En die heerschappij vanuit Babylon, die heeft zich verbeterd, verplaatst, vernieuwd, vermoderniseerd. En die is nu de baas over de hele wereld. Dat is de geschiedenis van de wereld. En dat is dan heel simpel geschetst. En als je daar wat meer detail aan wil geven, van ja, maar dat is toch niet in één keer gebeurd. En dat is ook niet in één keer gebeurd. Er zijn verschillende stappen geweest. En ze hebben ook tegenvallers gehad. Maar uiteindelijk de successen, die hebben de tegenvallers ver overstraald. En nu zitten ze waar ze zitten. Oppermachtig. Nou, dat is maar de vraag natuurlijk. Maar het lijkt zo te zijn. Hè? En als je het over hebt, wat is er nou zo naar boven gekomen? Wat is er nu oppermachtig? Nou, dat is het globalisme, het communisme, het katholicisme. Alles wat maar spreekt over een vereniging der mensen. En die formele vereniging der mensen, die opgelegde vereniging der mensen, die is onnatuurlijk. Die druist in tegen de natuurlijke vereniging der mensen. Mensen zijn verenigd in de waarheid. En de waarheid verenigt mensen. De leugen verdeelt mensen. En in zekere zin is het ook niet gezond om te streven naar een eenheid tussen mensen, anders dan dat je streeft naar het blootleggen van de waarheid. De waarheid bijvoorbeeld van Babylon. Hoe Babylon zich gemetasteerd heeft, net als een kanker. Met allemaal uitstromingen, uitstulpingen, overal uitstulpingen noem je dat, denk ik, hè? Van die tentakels. En dat is een waarheid. En zoiets, dat verenigt mensen. De waarheid. En het zonder meer verenigen van mensen. Neem zoiets als de Verenigde Naties. Daar gaan ze zonder meer met z'n allen bij elkaar zitten. Maar waar gaan ze het over hebben? Over Babylon? Nee joh. Over de connectie tussen Babylon, ooit lang geleden Babylon en wat het nu is geworden, en het communisme? Nee joh. Gaan ze het hebben over de connectie tussen wat ooit lang geleden Babylon heette en toen was en de katholieke kerk? Nee, helemaal niet. Maar ze gaan wel bij elkaar komen. En dan dat gebouw van de Verenigde Naties. Daar staat zo'n hele batterij met vlaggen voor. En iedere natie die daar zit, die heeft daar een vlag wapperen. Van we zijn alle lekker bij elkaar gekomen. Ja, maar voor wat? Niet om het te hebben over de waarheid. Hè? Een waarheid is bijvoorbeeld ook dat het Vaticaan, alhoewel dat een staat is, met een eigen vlag, hè, die wit-gele vlag, de vlag van het Vaticaan, die wappert niet tussen al die vlaggen bij de Verenigde Naties. Hé? Nee. Nee, maar die zijn nog geen lid. Ja, maar het Vaticaan, die komt er wel heel vaak. Ja, als toezichthouder. Want het moet wel een beetje gaan bij de Verenigde Naties naar de wens van het Vaticaan. Snap je? Het principe van de Verenigde Naties, van het verenigen van die naties, of die naties dat nu willen of niet. Want, kijk, ik vind het best dat er een goed overleg is tussen Nederland en België. En Nederland en Duitsland. En, ja. Vind ik wel prettig. Dat we makkelijk geld over kunnen maken van Nederland, van een Nederlander naar een Belg, van een Nederlander naar een Fransman. En ik zou het ook wel makkelijk vinden om, fijn vinden om makkelijk geld over te kunnen maken naar iemand in Burkina Faso. Maar dat hoeft voor mij niet per se. Dat is alweer veel verder weg. Maar een land als België, dat is lekker dichtbij. En, nou, dan vind ik het wel belangrijk dat we iets van een... Nou, dat er wel dingen onderling geregeld zijn. Dat lijkt me wel zo handig. En met Duitsland precies hetzelfde. Met Engeland weer wat minder. Ja. En dat betekent niet dat wij dan op... een voet van oorlog kunnen staan, eerder met Engeland dan met België. Nee hoor, we staan helemaal niet op voet van oorlog, met niemand niet. En oorlogen die er ooit gevoerd zijn, dat waren oorlogen van het communisme. Van die drang tot allemaal samen zijn. Ja, maar Adolf Hitler, dat was geen communist. Nou, in die zin dat je, als je het communisme bestempelt als allemaal één worden, wel. Een absolute communist. Het heette dan fascisme, nationaal socialisme. Socialisme, het woord zegt het al. En bij communisme hoort ook een hele stevige, sterke overheid die zich overal mee bemoeit. Ja, die had je in Nazi-Duitsland ook, hè? En die bemoeide zich ook met het onderwijs, maar dus zelfs met de gezinsstructuren. In Nazi-Duitsland hadden ze ook wat te vertellen over de gezinnen, hoor. Mama moet het zo doen en papa moet het zo doen. En... dat is communisme. Dus wel beschouwd heb je... ja, heb je een staatsvorm die niet meer bestaat. Waarbij mensen verenigd zijn door de waarheid. En dan hebben ze wat algemene taken. Zoals rechtspraak. Nou, en die moeten dan door een raad, een concilie, een council, een Sovjet op zijn Russisch. Ja, moeten die dingen vastgelegd worden. En, ja, er moet een autoriteit zijn van zo'n instantie. En je hebt dan iets nodig van een leger of een politie of zo. En dan ben je klaar. En voor de rest laat je iedereen lekker zijn eigen gang gaan. Maar dat hebben wij niet meer. Hier in West-Europa bijvoorbeeld is het verplicht dat jij je kind naar het onderwijs stuurt. En wij vinden dat helemaal niet raar. Hé, we zijn niet anders gewend. Sterker nog, wij vinden het zelfs een... wij vinden het een recht, een verworven recht, dat het onderwijs verplicht is. Want anders zouden kinderen thuisgehouden kunnen worden door hun ouders. Waarom die ouders zeggen van, nou, je gaat niet naar school, maar je gaat maar werken. En dus, dat kan dan niet meer, want als die ouders dat nu zouden doen met kinderarbeid en zo, dan worden ze via de leerplichtwet aangepakt. En wij vinden dat dan goed. Want die leerplichtwet is tegen de kinderarbeid. En dan denk ik, nee, dat zie je verkeerd. De leerplichtwet is een verplichting dat jij je kind naar school stuurt. En dat jij je kind niet voor jou moet laten werken, hè, wat je dan zou willen, dat is dan nog eventjes maar de vraag, hè, of je dat zou willen moeten verbieden als samenleving. Want als je een kind hebt dat graag wil werken, waarom zou dat niet mogen? Stel je hebt een kind van een jaar of 10 en ja, die heeft inmiddels leren lezen, die heeft leren rekenen en die wil graag bij zijn vader werken. Want dan gaat hij, weet ik van wat, hè? En hij kan lezen en hij kan rekenen en voor de rest wil hij leren hoe dat moet. Hij wil leren wat zijn vader kan. En wel zo snel mogelijk. En school vindt hij ongelooflijk saai. Nou, wat mij betreft mag die jongen lekker bij zijn vader gaan werken. Als dat kind dat wil, wat is er mis mee? Dus je zou de leerplichtwet, wat mij betreft, kunnen omvormen tot een leerrechtwet. En dan stel je dat als een kind naar school wil, dan dient de ouder ervoor te zorgen dat het ook naar school kan. En als de ouder dat niet kan, moet die ouder dat eerlijk zeggen tegen de overheid of wie dan ook, buurtcomité, en zeggen, nou, ik kan er niet voor zorgen dat mijn kind naar school kan, willen jullie dat doen? Is er verder niks aan de hand. Ik ken het geval van een jongetje en zijn moeder had er helemaal geen zin in om de kinderschool te brengen. En het kind was 4 en je bent pas leerplichtig hier in Nederland vanaf het 5e jaar. Maar het kind wilde al lang naar school. Want vanaf het 4e jaar, nou zelfs al eerder, mag een kind naar school. Het kind wilde naar school. Dat zei hij ook tegen mij, van, nou, ik wil graag naar school. En hij heeft tegen zijn moeder gezegd. En die moeder zei, ja, dat kan hij wel willen, maar dat wil ik niet. Veel te veel gesodemieter. Later hoorde ik van familieleden dat het kind onder de blauwe plekken zat. En dat die moeder ook wel een reden had om dat kind niet naar school te laten gaan. Zouden ze eerst achterkomen dat zij dat kind sloeg. Ja, het is maar wat. Maar een leerplichtwet is, dat gaat dus niet zozeer om het ervoor te zorgen dat iedereen die naar school wil, dat hij naar school kan. Nee, het is een verplichting dat iedereen naar school moet. En dat hoort niet zo te zijn. Door mijn dochter is dan netjes naar school gegaan. En toen kwam ze van de lagere school af. Toen kon ze nog geen staartdeling maken. Echt niet. Ik weet het niet te verzinnen, hè? Dat is echt niet zo. En basisdingen met rekenen, ja, die heb ik haar moeten leren. Dat kreeg ze daar niet meer. Werd ons ook gezegd hoor, ja, jullie kind heeft het klassieke rekenonderwijs nodig, dus de tafels moeten geoefend worden met haar. Nou, dat ga je dan maar doen, hè. 1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4. Dus die tijd dat mijn kind naar school ging, ja, dat zie ik als kinderopvang. Want ze vond het wel leuk, ze vond het wel leuk op school met al die andere kinderen. Dat vond ze wel leuk. Maar moet dat dan verplicht zijn? Nee. Waarom? Ik had graag de mogelijkheid gehad om te kunnen zeggen van, het kind blijft maar eens een dagje thuis. Een dagje niet naar school. Gaan we wat leuks doen met z'n allen in het gezin. Gaan we lekker het huis schoonmaken, dingen opruimen, oude rotzooi weggooien en zo. Oh, daar is het weekend voor. Nou, hoezo? In het weekend gaan we lekker naar de schoonouders toe. Ook weer leuk. Snap je? Op een keer dat ik gewoon kan zeggen, nou het is lekker weer, nou mijn kind gaat niet naar school. Want het is lekker weer. En wat ga je dan doen met je kind? Nou, naar het zwembad. De hele dag. Ja. Ik neem een paar biertjes mee en, en een blootje. Hè? Mijn kind lekker in de plons. Ik lekker met een boek. Moeder de vrouw erbij. Met een breiwerkje. Want de kleine is op komst. En dan de dag daarna breng je je kind weer naar school. Ja, waarom niet? Kijk, de noodzakelijke dingen leren. Dat heb ik dan toch... Ja, dat heb ik zelf moeten doen. En ik vind ook dat het zo hoort. Jij bent als ouder verantwoordelijk voor je kind en niet de overheid. En dat is dus weer dat communisme. Het communisme die alle aspecten van het menselijke bestaan wil sturen en wil bepalen, die zeg maar het IQ wil bepalen van de bevolking. Ja, dit klinkt maf, maar dit is... Dit is zover als dat ze denken. Of nou, je kan misschien het... Ja, nee, je kan het IQ wel bepalen. Ja. Dat je dat ook per regio kan doen. Dan kun je zeggen, nou, in die regio wil ik hele slimme mensen krijgen. En in die regio wil ik eigenlijk hele domme pukkenscheppers krijgen. Dat je dat dan regelt. Dat je draait aan wat knoppen. So be it. Ja. Zo gaan die dingen in hun werk. Het is bizar, hoor. En dat is het communisme. En nu, net vanmorgen, heb ik geluisterd naar Chris Pinto. Een Chris, dus net als het Nederlands Chris, C-H-R. Chris. En een Pinto is, zoals je het zegt, met een T van Theodor. Pinto. En de P van Pieter. Die man heeft ook documentaire films gemaakt. Interessante karakter. En die was op de radio. En die had het over de massale immigratie. En hij noemde dat de Immigration War. De immigratieoorlog. Huh. Is Amerikaan, die man. Oh, hij weet... Hij weet van die immigratie in Amerika. Nou, die liegt er niet om, hoor. En hij weet ook van die immigratie hier in Europa. En die liegt er ook niet om. En wat krijg je daarmee? Je krijgt een eenheidsworst qua mensheid. Die Turken bijvoorbeeld die hier naartoe komen, ja, die verliezen hun Turks zijn. Dat zijn niet meer de volgelingen van Atatürk. En dat geldt voor de Soedanezen ook. En de Irakezen ook. Door die mensen die zijn hun thuisland kwijt. Die zijn hun thuiscultuur kwijt. En die moeten dan hier integreren, maar integreren in wat? Door de Nederlandse cultuur. Ja, daar... Ja, daar niemand spreekt daar respectvol over. En ik heb daar momenteel ook niet veel goeds voor over, moet ik zeggen. En wat is er dan nog wel? Een cultuur van heel veel culturen? Dat is geen cultuur. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo, een beetje bla bla bla. Hier in Arnhem is 30% van buitenlandse afkomst. Er worden hier in Arnhem, denk ik, 30 verschillende talen gesproken. Vroeger gaf in Nederland gaf het al een probleem met dialecten. Dat mensen elkaar niet konden verstaan. En daar ook ruzie van konden krijgen. Of, Ja, en dat probleem, dat Nou, dat was ook niet zo heel erg. Dus die dierenlekte, dat viel ook wel mee. Er waren hele kleine incidentjes. Iedereen achteraf lachen. Ja. Maar dat is nu, is dat vet hoor. Ik heb een Marokkaanse kennis en die woont al 30 jaar in Nederland. Nou, zijn Nederlands is puur gebroken. Maar hij kan uit de voeten komen in de supermarkt en in de kroeg. En, hij rookt zijn wiekje en het is allemaal wel best. Maar het is niet geïntegreerd. Het is geen Nederlander geworden. Het kan ook niet. Hij is gebleven wie hij was. Geboren in Marokko van een Marokkaanse moeder en een Jemenitische vader. En hier in Nederland heeft hij... Ja, hij heeft geen baan, hij heeft een uitkering. Hij hoeft niet te solliciteren, hij krijgt iedere maand krijgt hij geld en hij heeft huurtoeslag en zorgtoeslag. En... Maar hij redt het verder wel. En hij zal ouder en ouder en ouder worden, en meer niet. En dat zijn de mensen die ik dan in mijn omgeving zie, hè? Ik zie ook zo'n jonge jongen en ik vond het in eerste instantie wel een aardige vent. En toen hoorde ik dat hij een bepaalde horeca-aangelegenheid, dat hij daar niet meer in mocht, omdat hij er had gestolen. Nou, toen had dat verbod een tijdje geduurd en toen hebben ze van die tent... Ja, uit medelijden of zo, na een aantal maanden gezegd van oké, nou, je mag weer binnen. Je straf zit erop. En dan hoorde ik dus dat hij laatst, die jongen dus, buitenlandse jongen, die zat te kletsen daar in die tent en die pakt zomaar een pakje cheque van iemand anders, haalt daar een enorme pluk tabak uit. En legt dat naast zich van, dat is van mij. En weer iemand anders zegt tegen hem van, hé, die cheque is van Piet. Zou je dat niet even vragen? Waarop die jongen zei, Piet is in gesprek. Ik wil hem niet storen in zijn gesprek. Nou, die jongen... die even zo die cheque pakt, die tabak eruit plukt. Die is 23, 24. Wil jij die vent in jouw bedrijf? Nou, ik niet. Gaat hij ooit nog terug? Nee? Kom je erbij? Hij komt uit Iran of zo. Nou, hij heeft daar geen zin in. Dus hij zal zich verzetten met hand en tand. En ja, de Nederlandse overheid heeft ook geen juridisch instrumentarium om die jongen uit te zetten. Je kan moeilijk iemand terugsturen naar Iran wegens het jatten van tabak. Of beter gezegd, asociaal gedrag. En er zijn mensen hoor, die zijn hier naartoe gekomen en dan met name vanuit de voormalige koloniën, dus Indonesië en Suriname. Maar die zijn totaal geïntegreerd. Hele vriendelijke mensen. Maar wat er sinds de jaren 70 naar binnen is gestroomd. Vanuit landen waar wij helemaal niks mee te maken hadden. Vanuit culturen waar wij niks mee te maken hadden. En die plofte hier neer. En toen was het leuk of zo? Nee, maar zo werkt het niet. Dat is niet de manier om ergens uit te komen. En wij als een heel klein landje met een hele kleine cultuur, een klein taalgebied. Wat tientallen procenten aan buitenlanders te verwerken krijgt. Maar dat... Ik weet niet wat dat naartoe moet, hoor. Ik kan me voorstellen dat dat helemaal nergens naartoe gaat. Dat wordt communisme. Dat is het communisme. Ja, maar we hebben hier toch een democratie? Nee. Want het maakt niet uit wat je stemt. Of je nou blauw stemt of rood stemt. Het maakt niet uit op welke kleur je stemt. Want je stemt op een kleur, meer niet. Dat is maar heel beperkt, hoor. Maar welke kleur je stemt, dat maakt geen donder uit. Want laatst heeft een jezuïet, een of andere topjezuïet, die heeft gezegd: iedere natie dient immigratie te accepteren. Want een natie die tegen immigratie is, overtreedt de wet. Ja, en dat is een jezuïet, hè? Een hele hoge jongen binnen de communisten. Of je nou communisten, katholieken, globalisten, zeg maar. Nou, zo'n man zegt dat maar even. Dus wij dienen iedereen te accepteren. Ik ken ook zo'n vrouw, zo'n typische vrouw met een uitkering en geen gezin en wel een grote mond en zo. En ze heeft zo'n Facebookpagina. En dan zet ze dan een groot bericht op met een of andere bijbeltekst. Iets van Jezus, van... dat hij zal weten wie hem water heeft gegeven toen hij dorst had. En wie hem eten heeft gegeven toen hij honger had. En wie hem een onderdak bood toen hij nergens kon slapen. Ja. En dan de ronde zo'n venijnige tekst. Nou, jullie christenen, jullie mogen je wel eens even houden aan het gebod van Jezus. Ja, ja. Hey, dan moet je dan maar eens goed die Bijbel gaan bestuderen. Maar dat staat er dus niet. Het is niet zomaar de bedoeling van Jezus dat hij gezegd heeft van... iedereen die maar aan komt wandelen, die moet je te eten geven en te drinken geven. En die moet je up en opvangen totdat ze doodgaan. En mogen ze kinderen krijgen en ze hoeven de taal niet te leren. En daar moet je allemaal respect voor hebben. En anders geef je de kinderen ook maar een uitkering. Dat heeft Jezus helemaal niet gezegd. En als je hier overdag door Arnhem loopt... Ik heb dan onregelmatige werktijden. En dan kom je overdag... En in principe is overdag iedereen met die 9 tot 5 dingen aan het werk. Dus de mensen die niet aan het werk zijn... die lopen dan hier in Arnhem door het centrum heen. Ja, dat is... De helft, dat meer dan de helft, is van buitenlandse afkomst. Ja, die zijn nog aan het integreren en die gaan zo dadelijk aan het werk. Ja. Nee, ik gun iedereen een bestaan natuurlijk. En ik vind ook niet dat die mensen gedeporteerd moeten worden of zo. Maar hier wordt een oorlog gevoerd tegen ons. Onze cultuur wordt ondermijnd van binnenuit. En onze cultuur was ooit, toen het echt goed ging met ons, toen waren wij protestanten. De kerk had hier niks te vertellen, de globalisten. Wij waren onszelf. Toen ging het goed met ons. Maar die tijd is voorbij. En die tijd is weg. Het katholicisme, dat is in de 19e eeuw weer lekker teruggekomen. Er zijn zelfs in een razend tempo allemaal kerken gaan bouwen. Nou, toen werd de Katholieke Volkspartij, een van de grootste partijen. En die is samengegaan met de protestante partijen. Dat is nu het CDA geworden. Onze koning Willem-Alexander, die gaat netjes ieder jaar op bezoek bij de paus. Ongeveer, pak een beet. Samen met zijn katholieke vriendin. Katholicisme, globalisme, communisme, één pot nat. En de koning, dat heeft hij al aangegeven, hij krijgt dit jaar ook meer uitkering dan vorig jaar. Nou, hij gaat er procenten op vooruit. Terwijl die man die heeft al zoveel geld. Terwijl die, wat doet hij nou meer dan... Nou, wat doet hij eigenlijk? Lekker leven. Mijn tante Til, die zich druk heeft gemaakt over een gezin van 2 kinderen. En die kinderen, zij heeft ze goed ter wereld gezet. Goed gebaard, maar ook goede, fijne kinderen van gemaakt. Die heeft toen de kinderen de deur uit waren gewerkt in thuiszorg. Nou, en nu is ze dan 72. Nou, zegt ze, dan zie ik in de krant staan dat de uitkeringen voor mensen zoals ik, dat die dan omhoog zijn gegaan. En dat het allemaal beter gaat. Dan zegt ze, ja, maar als ik kijk naar wat er binnenkomt bij mij, ja, ze zijn mij kennelijk vergeten. Maar ik krijg nog steeds hetzelfde bedragje als een jaar terug, hoor. Helemaal geen verhoging of zo. Echt niet. En dan bij haar in het portiek, daar, ja, ooit woonden daar dan allemaal Nederlandse mensen. Ja, nou niet meer. En ze woont dan in Amstelveen en dat is natuurlijk een aantrekkelijk ding voor de economie met Schiphol en Amsterdam. En dan komen de mensen vanuit het buitenland, die hebben dan even een baantje of zo. En die werken een paar jaar in het westen van Nederland en die moeten dan even een woning. En dat is dan de onderbouwing. Maar de sociale cohesie is helemaal weg. Dus ik liep een keer met haar de deur uit en toen waren er wat mensen die liepen naar boven. En er werd helemaal niet gedag gezegd of wat dan ook. En toen vroeg ik aan haar van, goh, zijn dat dan de nieuwe buren of zo, hè? En toen zei ze, oh ja, ik ken die mensen helemaal niet. Het zijn of buren, dat zou kunnen, dat ze er net wonen. Of er zijn mensen die komen op bezoek. En die hebben de sleutel van de voordeur. En ze heeft het een portiekflat. Nou, ze, dat kan ook. Ze zei, ik ken helemaal niemand meer in mijn portiek. Hey, dat is niet leuk voor mijn tante Til. Nou woont ze daar goed hoor en wil echt niet verhuizen. Dat verdere punt niet. Maar het is niet meer hoe het was. Hè? En dan kan je zeggen, ja, maar alles verandert. Dus ook dat soort dingen. Ja, maar het verandert niet ten positieve. Het is niet positief dat je je buren niet kent. Het is niet positief dat je je kind verplicht naar school moet sturen, waar het niet eens meer rekenonderwijs krijgt. Het is niet positief. Punt. En wij kunnen die communistische, globalistische, katholieke overheersing, die kunnen wij niet bestrijden. Direct dan, hè? Dat kan niet. Wat wij wel kunnen, dat is op het persoonlijke vlak onze moraal te gaan zoeken. En daar hoort bij dat je... Ik zeg, het is al mooi als je uitgaat van het beginsel... wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet. Dat is al heel fraai. En deze moraal, die is opgeschreven door Confucius, die oude Chinees... En die staat ook in het Nieuwe Testament. Er staat hier iets anders, maar er staat hetzelfde. In het Nieuwe Testament staat, doe tegen anderen zoals jij wilt dat ze tegen jou doen. Of woorden van gelijke strekking. En de Bijbel, dat is ons moraalboek. Dus ga de moraal niet helemaal zelfstandig lopen uitvinden. Ik las van de week, zat ik in de wachtkamer van de dokter. Ik had uitslag van mijn bloedonderzoek. Nou, er was niks aan de hand. Maar dan las ik een blaadje en er werd een vrouw geïnterviewd en die woonde in een commune. En de vader van haar kind, die woonde ook in die commune. Maar die woonde op een andere plek. En zij sliep in één bed met haar kind. En dat kind, dat beschouwden ze niet als zijnde van zichzelf. Dat kind was van iedereen. En dat mocht ook vermanend toegesproken worden door de andere leden van de gemeenschap. En zij deed dan veel aan yoga. En ongetwijfeld at ze vegetarisch. En waar ze woonde, dat was een voormalig industrieterrein. En een projectontwikkelaar die wilde daar wat leuks van gaan maken met een woonwijk of zo. En ze moesten dan gaan verhuizen. En zij zei, ach, dan vinden we wel weer een nieuwe plek. Nou, ik hoop voor haar dat dat lukt. Maar ik kan je wel vertellen dat het vinden van zo'n nieuwe plek... dat is punt 1 niet makkelijk. En van die plek zal je ook weer moeten vertrekken. En dat zal zich blijven herhalen, ook als je 60, 70, 80 bent... En dan heb jij geen gezin. Dus die vrouw die zit even de moraal voor zichzelf opnieuw uit te vinden. Van zo vind ik het ook leuk. Dan heb ik elke avond lekker mijn kind in mijn eigen bed in plaats van mijn kerel. Maar ik denk dat zij straks met lege handen staat. Maar dat is dan over jaren dan. Hè? Niet volgende maand. Voorlopig gaat het goed. Maar straks wordt het kind ouder en... ja, die heeft dan nooit papa en mama samen in een... ja. Dus papa en mama voor dat kind, dat is een inhoudsloos begrip. Want hij ziet dan weliswaar papa en mama een keertje samen, maar hij ziet ook papa en Gerda samen en mama en Joop. En... nou, reken maar dat die ouders van dat kind, dat die heus nog een seksleven hebben. Die doen het echt wel, hoor. Dat is geen beginsel, snap je? En je Bijbel is dat wel. En los van die Bijbel zullen er hele donkere tijden komen. Neem zoiets als het homohuwelijk. En dat komt vanuit de katholieke kerk, hè? Daar word je ook niet blij van. Allerlei dingen met transgenderschap en de acceptatie van de LGBTQ samenleving. Hier in Arnhem is een voetgangersoversteekplaats. Daar hebben ze het zebrapad van zwarte-witte balken hebben ze vervangen door een regenboog. Kleuringstoestand strepen. En die poppetjes van stilstaan en lopen met rood en groen, dat zijn stelletjes geworden. En dan moet je geloven dat het dan stelletjes van hetzelfde geslacht zijn. Dat heeft de gemeente betaald. Want dat is zo'n geintje, dat kost niet €500. Sterker nog, midden in de nacht hebben ze daar de weg voor moeten afzetten. Om dat zebrapad eruit te slopen. En dan te vervangen door die gekleurde strepen. En die palen moesten eruit. En, ja. En ongetwijfeld dat er dan nog een wethouder naartoe moet de volgende dag. Om met een glaasje lekkers en een vegetarisch borrelhapje. Het nieuwe voetgangersoversteekplaats gebeuren in te wijden. Ja, dat doet de gemeente Arnhem. Die mensen zijn gek geworden, maar niet heus. Want ze weten heel goed wat ze doen. Ja, door dingen, dit zijn... ja, homoseksualiteit, dat is een seksuele aberratie. Je kan medelijden hebben met die mensen. En sommigen die zijn er vanaf te helpen. En anderen niet. Nou. En degene die je eraf kan helpen. Ja, dat zijn meestal ook degenen die dat zelf dan gaan zoeken. En die zoeken dan naar een oplossing. En die vinden het dan ook. En die stoppen er dan mee. Dus daar hoef je niks voor te doen. En die anderen die er niet vanaf te helpen zijn, die er zeg maar aan verslaafd zijn, ja, daar moet je ook niks aan doen. Maar niks aan doen betekent niks aan doen. Dus niet een eigen voetgangersoversteekplaats geven. Want het hoort niet wat die mensen doen. Het is niet normaal. Ze hebben laatst weer een onderzoek gedaan om te kijken of mensen met die afwijking, of die soms een apart gen hebben. Dat ze anders DNA hebben. Dat het dus gaat om een ander soort mensen. Dat kan helemaal niet. Want ze kunnen zichzelf niet voortplanten. Maar wel gaan ze weer zo'n onderzoek starten. Dat hebben ze al gedaan in de jaren 50. Of zo, ik weet niet hoe lang ze DNA kunnen analyseren of zo. Maar dat is al vaker gebeurd. Dat is er helemaal niet. En al was het er wel. Wat dan nog? Het punt is dat ons opgelegd wordt om die groep te accepteren. Maar waarom? Wij mogen toch in vrijheid zeggen van nou, wat wij niet mogen, we mogen geen ruiten in gaan gooien, we mogen die mensen niet naroepen op straat. Maar we mogen wel tegen ze zeggen als ze gaan lopen tongzoenen op het plein van de supermarkt, dat we dan op ze afstappen en zeggen van hé joh, het is een openbare ruimte. En dan doe dat even lekker in je slaapkamer. Want dat zou je ook zeggen bij een heterostel. Nee. Dat mogen wij doen, nou voor de rest niks. En als je zo iemand in dienst hebt en je hebt er verder geen last van, dan is er ook niks aan de hand. Wat mij betreft. Ja. Maar het wordt een raar gebeuren als dat het verplicht wordt. Straks wordt het nog verplicht dat je minimaal zoveel procent mensen in dienst moet hebben die van de verkeerde kant zijn. Ja, maar dan gaan we de foute kant op. Ik ken het verhaal van een jongen die zei tegen zijn moeder van mam, ik ben uit de kast gekomen. En die moeder zei tegen die jongen van jongen, dat heb je nou al 3 keer verteld, ja? Die jongen wilde alleen maar aandacht. Dus zijn moeder heeft 3 kinderen van 3 verschillende vaders. En al die vaders die zijn pleiten. Die konden dat gedrag van die moeder niet harden. Of het waren eikels van kerels, kan ook. Zij is ook niet makkelijk hoor. Oh, wat een portret. Ik ben nog een tijdje met haar omgegaan, dus ik weet waar ik het over heb. Maar dat gezin van haar, dat is geen gezin. Dat is een matriarchaat en dat is verschrikkelijk. Daar zou een man in huis moeten zijn. Een man die het hoofd is van het hoofd van de vrouw. En een vrouw die het hoofd is van het gezin. En Christus als hoofd van het hoofd van de man. Het hoofd van de man wordt geleid door Christus. Het hoofd van de vrouw wordt geleid door de man. En het gezin wordt geleid door de moeder. Dat is het klassieke model. Dat levert je stabiele, hechte, misdaadarme samenlevingen op. En die zijn niet saai. Je hebt dat boek van Gerard van het Reven of zo, De Avonden. Waarin de naoorlogse samenleving werd weggezet als een hopeloos saai en wow, wat erg. Maar het is niet saai, zo'n samenleving. Het is harmonieus, dat is iets heel anders. En zo kan het ook, snap je? En dat is de beste manier. Nou. Ik vond het een mooi verhaal over communisme en katholicisme, globalisme. En ik denk dat ik er nog eentje over ga houden. Als er weer nieuwe dingetjes zijn te melden. Als er weer een trans-homo voetgangersoversteekplaats gaan openen. Of iets van gelijke strekking. Zo. Ze zullen heus doorgaan hoor. Deze lui stoppen niet. Snap je? Nou. En dan zeg ik tegen jullie. Op z'n hamburgers. Tjus. En dag lieverds.